Welkom allemaal in een nieuwe aflevering van Team Parzo TV Channel. Wij zijn nog steeds in Duitsland, wij zijn nog steeds in Oberhausen en wij testen vandaag voor jullie Sea Life Oberhausen. Blijf kijken tot het einde van het filmpje, dan geef ik mijn gezouten mening van het parkje. Tot straks! Ons bezoek zit erop aan Sea Life Oberhausen. Sea Life Oberhausen, een redelijk groot gedeelte binnenin. Heel mooi gethematiseerd, heel mooi gedecoreerd. Het enige minpunt, de hele smalle hangen. Ze laten heel veel volk toe, dus ik raad jullie aan om deze 's morgens vroeg te bezoeken. Oftewel in de late namiddag, dan is het hier wat rustiger. Hier in deze Sea Life Center tegenover andere centers is het buiten heel klein, binnen redelijk groot. En nogmaals, ja, het is wel heel het is echt heel mooi gemaakt, zeker de moeite waard. Wat ik jullie nog aanraad is eigenlijk een combi-ticket te kopen. Sea Life Center en Legoland Discovery Center, die hier juist op een paar tientallen meters verder staat. En je hebt hier ook Centro Park, het grote shoppingcenter, waar je eigenlijk een hele dag in kan vertoeven en deze twee faciliteiten erbij kan nemen. Bedankt alvast om te volgen. Jullie kunnen de reviewpagina bekijken van Sea Life en Legoland Oberhausen op www.teamparzo.com. We zien jullie een volgende keer terug. Blijf ons volgen op Facebook en Instagram. Tot de volgende keer. Hou jullie goed. En blijf kijken, blijf steunen. Van harte bedankt. Bye bye.